Leukertje, kijk naar weer een nieuwe video. De ECB wil Zuid-Europese landen gaan financieren. Feitelijk mag het niet eens, maar bovenal is dit super gevaarlijk voor ons wankelende monetaire beleid. Daar gaan we in deze video induiken, dus laten we snel beginnen. Laten we allereerst Kort naar het nieuwsbericht kijken waar deze video op gebaseerd is. Namelijk de ECB, die in een spoedvergadering aangaf: we gaan Zuid-Europa helpen met hun schulden. En dit is iets wat best wel gevaarlijk is. Klinkt misschien in eerste instantie goed, want ja, je wil niet dat Zuid-Europa failliet gaat. Uiteindelijk ja, moet je je afvragen of, als dit bijna niet anders kan, of het niet gewoon moeten laten gebeuren en dan Opnieuw moeten gaan beginnen of schulden weg moeten gaan strepen of iets dergelijks. Want ja, je kan wel proberen dit te blijven redden, maar je ziet het. Waar staat Griekenland, Italië naar zoveel ellende nu? Daar komen we dadelijk op. Nog meer schulden kan ik vast verklappen. Goed, nog een aantal problemen is dat wij dus de lasten ervaren, inflatie en zij de stimulatie in de economie, dus de vruchten ervan plukken. In hoeverre je zou kunnen stellen van ja, lasten en vruchten op dit moment. Want ik denk dat uiteindelijk iedereen. Slachtoffer is van dit beleid. En dit geeft ook nog eens aan dat de ECB eigenlijk met hun huidige toolset niet meer in staat zijn om inflatie te beteugelen. En je zou misschien denken: het kan niet erger, dat kan het wel. Waarschijnlijk is het ook nog eens verboden omdat dit monetaire financiering is. Komen we straks in de video ook nog op terug. Maar laten we beginnen bij het begin van dit verhaal: schulden in Europa, de staatsschuld, wordt vaak weergegeven op het bruto binnenlands product. Ook in dit geval, dit is dan een Engels document, maar het betekent feitelijk hetzelfde. En wat we hier zien zijn natuurlijk de verschillende Europese landen. Het zal je waarschijnlijk direct opvallen dat je landen hebt met een relatief lage staatsschuld en een aantal landen met een relatief hoge staatsschuld. Wat is normaal? Nou, wat normaal is, daar gaan we hier even uit van wat vindt Europa normaal. Dat is maximaal 60%. En je ziet het hier al, hoe verder we naar links gaan, dan zie je... Percentages die alles behalve 60 zijn. En dat geeft aan wat de ernst is van de staatsschuld van dit soort landen. Hoe konden deze staatsschulden zo hoog worden door stimulering van de ECB die de rente laag hield? Want je kan je voorstellen dat de kredietwaardigheid van dit soort landen al veel eerder eigenlijk onacceptabel was, waardoor de rentes veel harder hadden moeten stijgen en dit helemaal niet mogelijk geweest was. Dat brengt ons op de rentes en daar vanaf daar wordt het eigenlijk steeds interessanter. Allereerst gaan we gewoon even kijken naar de staatsleningen van Nederland 10 jaar. Dan zien we dat de rente de afgelopen jaren eigenlijk is afgenomen. Naar begrepen, een moment dat er iets heel bijzonders gebeurde. De rentes werden negatief. Ik herhaal het nog een keer: de rentes werden negatief. Waarom herhaal ik dit? Rentes kunnen. Eigenlijk niet negatief worden. En waarom kan dat niet? Als je kijkt naar de oude definitie van rente, dan is rente een vergoeding voor het risico van geld uitlenen. En negatieve rente zou in die zin betekenen dat je veiliger bent door iemand geld te lenen dan door het niet te doen. En daarmee ga je diegene dus geld toegeven. En dat is eigenlijk heel erg. Bizar, maar goed, het is gebeurd. We kunnen daar nog een uur bij stilstaan, maar het is heel bizar dat dat gebeurd is. En dat geeft dus aan hoe ver die manipulatie van die staatsobligaties en dus de rente gaat. Inmiddels zien we een trendkering. We zien dat de grafiek niet meer afneemt, maar begint op te lopen en best wel relatief hard begint op te lopen. Nederland is al flink gestegen. Kijken we naar Duitsland. Zien we een soort gelijk verhaal, ook een afname, een begin met negatieve rente en ook een flinke piek omhoog? Gaan we dan terug naar de staatsschuld, dan zien we dat waar is Nederland, waar is Duitsland, dat dit landen zijn die de staatsschuld relatief op orde hebben. Tuurlijk, het wordt voor ons ook duurder, maar wij kunnen dit wel betalen. Wij gaan er niet failliet door. Wij zijn sowieso relatief gezien kredietwaardig, volgens de manier hoe dat berekend wordt. Maar voor ons is het niet een enorm probleem. Gaan we naar Italië. Italië heeft ook een iets andere grafiek die wat heftiger op en neer gaat. En waar heeft dat mee te maken? Met de staatsschuld van Italië die veel hoger is met de, kredi met de kredietwaardigheid van Italië. Ook uiteindelijk op het hoogtepunt van het geld drukken en het opkopen van die obligaties, wetten, rente voor Italië best wel laag. Niet negatief, maar wel vrij laag. Zat dus al een spread tussen. En nu de ECB heeft aangekondigd dat ze gaan stoppen met het opkopen van steunpakketten, staatsobligaties, opkopen en noem het allemaal maar op. Schiet deze rente natuurlijk veel harder omhoog dan die van ons. Wegens dus de kredietwaardigheid van Italië. En zoals je kan zien is de staatsschuld enorm hoog. Dus wordt dit al heel snel onbetaalbaar. Al helemaal als deze grafiek verder doorstijgt. Dus om Zuid-Europa. En met als voorbeeld even Italië niet failliet te laten gaan, moet Europa of moet de ECB iets doen? En ik snap ook wel dat de ECB iets moet doen, alleen het is gewoon compleet fout wat de ECB gaat doen. En waarom moeten ze iets doen? Door hun eigen beleid. Zij zijn namelijk degene geweest die al jaar en dag hun balans laten groeien. De ECB had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om de afgelopen jaren ervoor te zorgen dat de schuldenposities van landen in de EU verbeteren. Te zorgen dat ze onder die 60% waren gebleven is nog steeds niet 100% het ideaal. Maar dan had je dus nu wel inflatie fatsoenlijk kunnen betuigen. Had de ECB niet heel mondjesmatig nu gekomen met we gaan het met een kwart procentpunt, gaan we onze beleidsrentes verhogen. Dan had de ECB gewoon nu kunnen zeggen, hup, die rente omhoog een beetje, ja, zoals het in de vet in Amerika gaat. Maar eigenlijk zou je nog veel verder moeten gaan daarin om dit op te lossen. En dat kan niet wegens dat ze dit hebben laten gebeuren. Dat er landen zijn die dus dit soort schulden hebben opgebouwd. En dat had absoluut niet gekund als je dit gewoon aan de vrije kapitaalmarkt had overgelaten. Want die had Italië, Griekenland vanzelf gestraft met een hogere rente. En dan had het gewoon gestopt, dan was het plafond bereikt. Dan komen we nu uit op het juridische stukje. En dat is namelijk het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. En daar zat een artikel in. En daar staat letterlijk dat monetaire financiering verboden is. De Europese Centrale Bank mag dus niet schuldbewijzen opkopen van landen om ze daarmee te financieren. Dan is daar al eens een uitspraak over geweest. Kijken we dadelijk ook naar. Hoe ze dat dus op een creatieve manier wel mogen doen. Pakken we dan dadelijk het stuk erbij over waar deze video over gaat. Dan kunnen we stellen dat dit waarschijnlijk wel degelijk onder monetaire financiering valt. Laten we het artikel erbij pakken. 123. En hier staat het: het verlenen van voorschotten in rekeningcorant of andere kredietfaciliteiten bij de Europese Centrale Bank of de Centrale Bank van lidstaten. Hierna. Nationale centrale banken te noemen, ten behoeve van instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiek-rechtelijke lichamen of openbare bedrijven van lidstaten, alsmede het rechtstreeks van hen kopen door de Europese Centrale Bank of nationale centrale banken van schuldbewijzen is verboden. Hier staat dus dat de Europese Centrale Bank niet rechtstreeks. En dit woord spreekt bewust zo uit: mag opkopen, omdat het gewoon verboden is. En waarom kunnen ze dus wat ze doen al die tijd legaal doen? Dat komt door de volgende uitspraak. Er is een rechtszaak geweest en daar heeft het EU-Hof een uitspraak over gedaan. En dat is dat de ECB mag onder voorwaarden staatsobligaties opkopen. Maar dan is het een heel stuk. Het komt erop neer dat als de ECB via de secundaire markt, dus niet rechtstreeks. Staatsobligaties opkoopt dat dit legaal is. Doen ze het via de primaire markt, dan is dat illegaal. Maar als zij als voorbeeld een Duitse staatsobligatie gaan omruilen voor een Italiaanse staatsobligatie, dus een Duitse staatsobligatie opgekocht tijdens het coronaplan, en dat kunnen natuurlijk ook dadelijk Nederlandse staatsobligaties zijn of van meer landen die het beter op orde hebben, dan denk ik dat je wel degelijk kan stellen. Dat dit monetaire financiering is. Want je hebt deze staatsobligaties dan wel via de secundaire markt opgekocht. En ongetwijfeld zullen ze deze dan ook weer via de secundaire markt wellicht dumpen. En die Italiaanse weer daar meer van opkopen in de plaats. Lijkt dit gewoon heel erg op het doelbewust financieren van specifieke EU-landen? En kijken we dan naar het Europese recht, dan is dat simpelweg. Verboden. Maar goed, waarschijnlijk zal het allemaal wel weer juridisch in het voordeel van de ECB uitpakken. Maar weet in ieder geval dat deze wetgeving er is en hoe de ECB hier dus creatief met toestemming van het EU omheen werken. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je deze video interessant, leuk, leerzaam? Like hem dan eventjes. Ben je nog niet geabonneerd? Druk hem ook vooral eventjes op die mooie abonneerknop en zet ook even het belletje aan. En heb je nog vragen of wil je iets kwijt, dan kan dat altijd hier beneden in de comment section. Dan dank ik je voor nu voor het afkijken van deze video en zie ik je graag weer terug in de volgende video.